ziet toch heel erg dat mensen steeds meer op zoek zijn naar een uniek en eerlijk product. En dat zie je ook heel duidelijk in de fietsenbranche terugkomen. Hè, waar mensen bewust kiezen voor een fiets waarmee ze zich aan de ene kant onderscheiden. En waarmee ze aan de andere kant kiezen voor een uniek en duurzaam product. We kopen de buizen in Amerika. Dat materiaal heet Lightinox. En op basis van het ontwerp worden hier de buizen helemaal gefreesd, het wordt gelast, het wordt afgewerkt en hier monteren we eigenlijk de fiets. Het ideale frame materiaal dat bestaat niet, dat is net wat je ermee wilt doen. En als je in de Tour de France rijdt en je moet als eerste de berg opkomen, ja, dan kies je voor het lichtste en stijfste materiaal wat er is en dat is een carbonfiets. Kies je voor zo'n fiets, dan kies je veel meer voor stabiliteit, je kiest voor een ontzettende grote mate van comfort, je kiest voor duurzaamheid en je kiest voor het feit dat je het helemaal zelf weer kan geven, helemaal zelf kan vormgeven. De complete fietsen die we bouwen, die zitten een beetje tussen de 7,5 en de 8,5 kilo. En daarmee zit je ongeveer een halve tot een hele kilo zwaarder dan wat je als in de lichtgewichtmaterialen vindt. Het is eigenlijk een jaar of vijf geleden ontstaan toen ik zelf op zoek ging naar een andere fiets. En ik had hele specifieke wensen eigenlijk die ik wilde hebben in een fiets. Ik wilde iets unieks, ik wilde heel veel comfort in een fiets. Ik wilde iets wat afweek van de standaard. En ik kon eigenlijk niet echt goed vinden wat ik zocht. En mede vanuit mijn beroepsmatige achtergrond ben ik toen puur uit hobby eigenlijk zelf een fiets gaan bouwen. En dat... het concept sloeg eigenlijk zodanig goed aan dat ik besloten heb om dat kleine 3 jaar geleden om te zetten in dit bedrijf. Ik was directeur bij een metaalbewerkingsbedrijf en daar was ik op een gegeven moment puur bezig om alles te organiseren en te plannen zodanig dat alle mensen konden doen wat ik zelf veel te leuk vind. En dat is ook wat dat betreft mijn ambitie met dit bedrijf. Ik wil wel verder groeien. Maar ik wil het tot een dusdanig niveau hebben dat ik gewoon zelf heel actief in alle processen bezig blijf. Dus contact met de klant, het maken, het monteren, daar wil ik wel altijd bij betrokken blijven. De schoonheid van zo'n fiets zit hem in het feit dat je als klant je eigen idee erachter kan leggen. Deze fiets is ontstaan op basis van niet meer dan een fotootje van een motorfiets waar een klant mee aankwam. En die tegen mij zei van, joh, carte blanche, deze uitstraling wil ik hebben, zo wil ik hem gemaakt hebben. Ik heb begin van het jaar een fiets geleverd aan een klant, die gaat mee op vakantie naar Frankrijk. Die belt me letterlijk vanaf de top van de Alpe d'Huez belt hij me op. Hij zegt, ik sta hier op de top van de Alpe d'Huez en ik heb 10 mensen om mijn fiets heen staan en die staan mijn fiets te bekijken. Ja, dat is leuk, daar doe je het voor.